Hoi, ik ben Freek. Ik ben 18 jaar en ik werk bij Corporate Crest. Loop je met me mee naar binnen? Hier bij Corporate Crest doen we het net iets anders dan bij andere tuinders. Wij verbouwen cressen. Dat zijn eigenlijk heel jonge kleine plantjes die nog levend zijn. Die verkopen wij aan chefs die het gebruiken in hun restaurants. Dit zaadje kan bijvoorbeeld binnen 10 dagen al uitgroeien tot zo'n plantje. Dit is de Zorricress. Ik ben hier afgelopen jaar stage komen lopen. En omdat ik mijn stage zo leuk vond, ben ik een paar uur naast mijn school op kantoor blijven werken. Ik hou me hier vooral bezig met de marketingcommunicatie en ook met het opzetten van nieuwe projecten. Ook doe ik op zaterdag nog werk in de productie. Als de cressen vergroeid zijn, gaan ze compleet automatisch de cel in. Dit doen we om ze terug te koelen en zo het groeiproces te stoppen. Vanaf deze plek kunnen we de tafels bij de lijnen krijgen. Ook kunnen we vanaf hier overzicht over de productie houden. Als de tafels uit de automatische koelcel komen, worden ze hier aan de lijn ingepakt. De machine doet de treetjes in de dozen. Vervolgens worden ze gedekseld en worden ze op de pallet gestapeld. Vervolgens gaan ze de cel in. Als de producten klaar zijn en ingepakt, dan worden ze in de orderpixel gezet. Dan kunnen ze vervolgens naar buiten gereden worden en in de vrachtwagen geladen worden. Tijdens het werken is het ook belangrijk dat je goed eet. Daarom verzorgt Corporate Crest elke dag een gezonde lunch. Als we klaar zijn met orderpikken, kunnen we de pallets in de vrachtwagen rijden en kunnen ze naar de chefs gestuurd worden. Erik, jij bent culinair adviseur bij Corporate Crest. Zou je kunnen vertellen wat je hier allemaal precies doet? Nou, ik ben contactpersoon tussen de chefs van ons bedrijf. Doe innovatie, samen met de chefs sparren, kijken wat je precies met de kressen kan doen. Dus continu in gesprek van, ja, wat is de bedoeling, wat zijn de nieuwe trends, waar kan je de kressen voor gebruiken? Niet alleen maar als garnering, maar ook als ingrediënt, als smaakvolle, kleine, mooie plantjes. Ik hoop dat ik je een goed beeld heb gegeven van wat er allemaal gebeurt binnen dit bedrijf. Als je deze video leuk vond, zou je hem dan kunnen liken en delen. En je kan je ook abonneren op dit kanaal. Ik hoop jullie snel te zien, want bij dit bedrijf zijn jongeren altijd welkom.